Een hele goede avond en welkom bij het Gone West Journaal, waarbij we telkens te velden trekken om u te vertellen over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. En we staan vandaag in Nieuwpoort en bij mij gedeputeerde Guido de Korte. Welkom. Guido, vandaag is er een repetitie voor het lichtfront. Het lichtfront, wat is dat eigenlijk? We willen op 17 oktober aanstaande eigenlijk de Hanse frontlijn, die loopt van Nieuwpoort tot en met Ploegsteter, zo'n 84 kilometer lang. Wel nu, wij willen die frontlijn met een menselijke ketting van fakkeldragers opnieuw verlichten. Ja, dan heb je een pak volk nodig natuurlijk. We hebben in totaal 10.000 vrijwilligers nodig, waarvan 8.400 fakkeldragers. En zo'n 2 maanden terug zijn we begonnen met de inschrijvingen. En ik heb al goed nieuws te vertellen vanavond, want wij hebben nu al bijna 5.000 vrijwilligers genoteerd. En we vinden dat echt gigantisch. Ja, maar we moeten er nog eens zoveel hebben. Hier staan dus al mensen opgesteld. Het is een beetje een repetitie vandaag, hè? Wat willen jullie vandaag onderzoeken? Wij willen eigenlijk controleren of alles goed verloopt. Dit is één van de 27 instappunten. Wel nu, wij willen kijken hoe lang de fakkels bijvoorbeeld branden. Wij willen kijken naar de problematiek van de mobiliteit. Er zijn hier hoofdverantwoordelijken, er zijn deelverantwoordelijken. Wel nu, al die mensen hebben wij vanavond aan het werk gezet. Ja. Wij hebben theoretisch alles voorbereid. Nu is het eigenlijk het praktisch examen. Ja. En wij vragen straks aan die mensen om al hun opmerkingen aan ons door te geven. Ik zie ook achter u dat er daar een grotere toorts staat. Zo zijn er een achttal, dacht ik, langs de frontlijn. Wat is de bedoeling daarvan? 9 lichtbakens langs de frontlijn om op 9 historische plaatsen die heel belangrijk waren rond dat de Eerste Wereldoorlog gebeuren, om dit met een soort van vuur kunstwerk eigenlijk nog duidelijker te gaan accentueren. En hier om Nieuwpoort, eigenlijk een eerbetoon te geven aan Nieuwpoort, hier aan de IJzermonding, maar ook Diksmuiden. Ik denk ook aan Passendaal, aan Ypres. Dus eigenlijk al die 9 historische steden, die worden als het ware vereerd met een pracht van een vuurkunstwerk. Ja. Tijdens dat lichtfront komen er ook 600.000 namen tevoorschijn. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wij gaan inderdaad, we hebben dus een verzameling van die 600.000 oorlogsslachtoffers. Ja. En we gaan die namen diezelfde avond projecteren op het Albert 1 monument in Nieuwpoort, op de IJzertoren in Diksmuiden en ook in Ypres op het Belfort. Ja, dus het geheel zal een indrukwekkend geheel vormen. Dit zal inderdaad uniek zijn in zijn soort. En we voelen nu al aan heel wat mensen die eigenlijk ingetogen, geïnteresseerd zijn om aan deze uitzonderlijke gebeurtenis deel te nemen. Laat ons hopen dat het lukt op 17 oktober. Dank u wel. We geloven erin. Zo'n 10.000 vrijwilligers zijn er nodig om het lichtfront te vormen. En er zijn al zo ongeveer 5.000 mensen die zich hebben aangemeld. Het zijn mensen van overal, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel. Ze willen op 17 oktober een serene herdenking. Wij zijn de Ypres Surrey Pipes and Drums. Wij zijn een lokale band in Ypres. En wij bestaan sinds 2007. En onze groep bestaat uit ongeveer 22 toedelzakspelers, ongeveer 18 drummers en dan nog een 15 à 20-tal leerling pipers en drummers. We zijn eigenlijk een deel jeugdvrienden die via de moto altijd contact blijven houden met elkaar. En we hebben ons een beetje gevormd onder de groep motoclub De Groene Hefkikkers. We willen meedoen in de eerste plaats omdat we een groep vrienden zijn. En omdat de Eerste Wereldoorlog dat is afgespeeld in onze tuin in feite. En daarom willen we ook van de partij zijn. Als mensen aan een project deelnemen zoals Lichtfront, waar op een gegeven moment fakkels zullen branden van in Nieuwpoort tot in Ploegsteert, geloof ik, gaat in alle stilte, in alle sereniteit, is dat echt een van de mooiste bezinningsmomenten dat een mens kan meemaken.
We zitten met een 130-tal inschrijven voor het moment. Omdat we al bezig zijn in feite van verleden jaar in de vakantie. Hebben we al verschillende mensen ontmoet. Engelsen, Duitsers, Nederlanders, Fransen. Die allemaal geïnteresseerd zijn. En die ook mensen aan het ronselen zijn in het buitenland voor ons. We hadden graag die mensen hier samen gekregen. Omdat we zeggen, via de motor kunnen we eventueel die herdenking samen beleven. Ik heb dan ook de vraag gericht van, kijk, wij zijn een pipe and drum band. Als jullie dat gepast vinden, kunnen wij misschien op de plaats waar we ingezet zullen worden, vooraf een paar deuntjes spelen, om misschien een beetje sfeer te creëren rond de herdenking en rond wat dat er hier 100 jaar geleden gebeurd is. Moment van de fakkels, stilte. We hebben toelating gekregen van Gone West om met de motor op het parcours te komen. Andere motoriseerde voertuigen mogen er niet op. Speciaal voor de motoren hebben ze iets speciaals gedaan en laten ze ons toe. We gaan niet zomaar één per één toekomen, we gaan proberen in groep toe te komen. Dus hebben we er 150 zoveel te beter. Zijn er 200 nog leuker en al die meer is van harte welkom. We kijken daar met z'n allen naar uit en we trachten zoveel mogelijk mensen te verzamelen om deel te nemen. Ja, en wil je ook deelnemen aan Lichtfront, dan kun je inschrijven op de website www.gonwest.be. En bij mij staat ondertussen Patrick Smagge van de Vira D in Exmuiden. En je bent ook medewerker van Gone West. Dan toch wel voor dat culturele luik en dan heel specifiek voor het muzikale luik. Wat mogen we verwachten? Zeer mooie namen, die hopelijk zeer straffe creaties zullen maken. We vragen aan elke naam, dat is niet weinig. Nieuwpoort opende 17 oktober met Arno. De dag erop hebben we Amatorski. We willen ook aandacht besteden aan het feit dat ook 100 jaar terug hier Afrikanen al aanwezig waren. Absoluut, de Marcon Brass Band, die tussen feestmuziek en tristmuziek zullen maken. Wannes Kapelle met Zesde Metaal. En 18 oktober sluiten we af hier in Nieuwpoort met Ozark Henry. Ja. Al die mensen gaan een speciale creatie maken rond de onderwaterzetting. Lijkt voor mij heel, heel moeilijk om zoiets te creëren, muzikaal. Maar het is ongelooflijk dat... Een ferme mensen... uitdaging voor die mensen. Maar veel West-Vlamingen, als ik het hoor. Hè? Bewust ook. Heel bewust, we mogen even trots zijn op zijn een van de betere provincies. Daar reken ik nog niet op de Gentenaars, die eigenlijk ook halve West-Vlamingen zijn. Ik denk dat we zeer trots mogen zijn. En we zijn ook heel tevreden dat we die mensen konden overtuigen. Ja, hoe hebben ze gereageerd als jullie dan die vraag stelden? Dat ging heel vlot. Piet Godard is zeer bezig met de streek. Wonen we ook in Oostuinkerk. Die kennen ook veel van het verleden van de streek. Dus ja, het matcht wel eigenlijk. Ja. Maar er is natuurlijk meer dan muziek. Het is een heel cultureel project, Gone West. Met heel, toch wel gerenommeerde namen. Ik lees Erwin Mortier, Jan Moeiaert. Het zijn mensen die zich toch ook achter het project zetten. Hè? Volledig, volledig. We zijn ook trots dat we in zo'n project kunnen meestappen. Maar het moet gezegd zijn, de oorlog spreekt iedereen aan. Kunstenaars zeker ook zo. Het wordt echt naar uitkijken. Op 8 november bijvoorbeeld hebben we in Exmuiden, de val van Exmuiden, hebben we de Duitse avant-garde-band Einstürzende Neubauten. Die vroeger gekend stonden om te werken met afbraakmateriaal. Maar die in de jaren 90 stilte ontdekten. Dus die gaan zo met recuperatiemateriaal en stilte een nieuwe combinatie maken over de val van Exmuiden. Ja. 20 december, meesten 100 jaar terug. De voetbalmatch, de kerstbestanden, iedereen kent dat. En wie komt dan? John Cale hebben we kunnen strikken. Dat is wel een klepper natuurlijk. Ongelooflijk tevreden van gewoon, dan mail je dan en dan wacht je op antwoord en dan, ik doe het. Ja. En dan krijg je meteen een pak vragen van wat precies en zo. Dan voel je het engagement en de begeestering van zo'n muzikant als John Cale. Het leeft bij iedereen, maar ook zeker bij die kunstenaars. Zeker weten. Dus het wordt echt om naar uit te kijken. We zijn heel benieuwd. Bedankt. Zijn... Graag gedaan. De meeste evenementen starten in oktober, maar toch zijn er al een paar die al bezig zijn. En zo is er onder meer The Coming World Remember Me, een idee van kunstenaar Koen van Mechelen en de VZW Kunst. En op de Duitse begraafplaats van Vlaszlo zijn er ook al repetities voor een grootse theaterwandeling. In een atelier in Ieper wordt er hard gewerkt. Leerlingen van het vlot maken beeldjes in klei. Het wordt een groots project in het kader van Gone West. Ze hebben elk een beeldje gemaakt, ontworpen door Koen van Mechelen. Het is eigenlijk een gebogen figuur, staat een gebogen figuur voor. Er werd ons ook gezegd dat de ruggengraat heel belangrijk is. Mensen zijn eigenlijk ineengedoken en denken eigenlijk na, als het ware een beetje aan het herdenken
de oorlog aan het herdenken. Maar tegelijkertijd is voor ons ook die ruggengraat zeer belangrijk. Omdat die ruggengraat sterk is en zolang dat we die ruggengraat hebben, kunnen we ook weer recht staan. Er zijn ten gevolge van Wereldoorlog 1 in België 600.000 mensen gesneuveld. En we willen echt elk van die 600.000 gesneuvelden ook eren met zo'n beeldje. Om alle beeldjes te kunnen maken, zijn er 4 vaste ateliers opgericht. Er is ook een mobiel atelier, zodat bijvoorbeeld scholen makkelijk kunnen deelnemen. Wie het project steunt, krijgt een paspoort met alle info en een identiteitsplaatje erbij. Met verloop van de tijd gaan we eigenlijk de namenlijst van het In Flanders Field Museum in Ieper koppelen aan onze database van Peters en Meters. En de Peters en Meters kunnen op onze website hun naam intikken en dan zien ze ook aan wie dat ze verbonden zijn en kunnen ze verder opzoekwerk verrichten over het slachtoffer waar ze aan verbonden zijn eigenlijk. Wil je Peter of Meter worden? Surf dan even naar deze website. Ik stierf in de eerste slag om de IJzer op 23 oktober 1914. 100 jaar later nodig ik 3 bekende soldaten uit om dit samen met hen te herdenken. Op en rond de militaire begraafplaats van Vlatslo komt de theaterwandeling De Tuin van de Eeuwigheid. Een stuk van regisseur Katelijn Vervarke, die ook al boeken schreef over Käthe Kollwitz en haar zoon. Het zijn eigenlijk de geesten van 4 bekende soldaten die elkaar in een hut hiernamaals ontmoeten. Het is een theaterwandeling. Je hebt eerst 4 monologen rond de begraafplaats. De eerste monoloog is die van Peter Kollwitz, de bekende zoon van Käthe Kollwitz. De volgende monoloog is die van Frans van Raamdonk, gespeeld door Jonas van Tillen, bekend van de gebroeders van Raamdonk. Dan heb je John McCrae, de dichter van Flanders Fields. En als laatste dan Guga Baul, die dus Raoul Snoek speelt. Wake up! Het is John. John McCrae, je trouwste vriend. Ja, ik weet dat je oude botten wat willen rusten, maar het gaat niet. In de monoloog breng ik de feiten aan, dus de echte waar gebeurde feiten in historisch verloop van de Eerste Wereldoorlog. Maar ook de mensen achter de militair, de meer emotionele kant van John McCrae. Komt naar boven. Ik heb gemerkt dat het personage heel erg lijkt op mij. Het is een heel filosofisch personage, heel melancholisch en zo. En ik heb daar heel veel uit mijn eigen gevoelens kunnen putten en zo. Past het personage perfect bij mij. Ik speel eigenlijk mijzelf met andere feiten. Het is nog nooit eerder dat er een theaterstuk gedaan werd op een Duitse begraafplaats. En ons stuk is een oproep tot nooit meer oorlog. Maar goed, we zien elkaar in de week van 23 oktober. Zo, dat was het voor ons eerste Gone West journaal. Wil je meer informatie of wil je tickets boeken, dan kun je terecht op www.gonewest.be. Ik zie je heel graag terug na de zomervakantie voor ons tweede Gone West journaal.